Het psychiatrisch centrum Suriname PCS heeft vanmiddag een nieuwe zorgafdeling genaamd Broki geopend. Het doel van de afdeling is om patiënten in staat te stellen om binnen een jaar geheel of gedeeltelijk zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij. Het zij in een begeleide woon- of werkvorm. Volgens Rajat Nanan Singh, algemeen directeur van het PCS, zullen in Broki slechts gestabiliseerde patiënten met een psychotisch probleem veelal chronisch van aard worden opgenomen. Naast de opening van Broki heeft het PCS nog enkele toekomstplannen die het graag verwezenlijk wil zien. We zijn bezig de hele functiehuis van PCS te reorganiseren. De organogram wordt daarmee aangepast. Een aantal afdelingen zijn al er doorheen gegaan. We gaan wat infrastructurele werken hadden we gepland, met name voor de 25 jaar PCS, dat we een aantal zaken willen gaan verbeteren. Met name de hoofdingang, de renovatie daarvan. We hebben een cafetaria project die we hebben geïnitieerd. Poli gaat ook moeten worden aangepast aan de maatregelen betreffende COVID-afstanden en COVID-regels. En natuurlijk gaan we kijken hoe we dat terug kunnen gaan verdienen. En er zijn wat opties voor fondsaanvragen. Mevrouw Dawson is ook hier zo. Met haar heb ik wat lopende afspraken om te kunnen kijken van hoe wij verder aan fondsvorming kunnen doen. Mevrouw Nalini, een van de juristen van I Am Good, is ook hier. Met hun ben ik ook hard bezig om te kijken hoe wij het een en ander kunnen laten bekostigen, ook door de particuliere sector. Volgens minister Amara Madin van Volksgezondheid zijn plannen altijd goed, met name om te weten waar we naartoe willen. Echter zorgen beperkingen voor vertragingen in de wensen, zegt hij. De bewindsman geeft verder aan dat de nieuwe regering heel veel aandacht zal besteden aan de mentale gezondheidszorg. We zitten er pas. We zijn bezig met ons beleidsplan en ik zie dit als een meer dan welkom offer vanuit PCS om de regering te ondersteunen met een GGZ-plan. Dus bij deze wil ik bijna formaliseren dat we heel goed aan tafel moeten om het GGZ-plan door te nemen. Omdat ik ooit eens in 2016 op een seminar heb gehoord dat als we niets doen in 2020, 40% als het goed is, van de somatische ziekten een psychische ondertoon als oorzaak moet hebben. Ik weet niet of die cijfers intussen inderdaad beschikbaar zijn. Maar ik zie een paar hele goede inzichten. Wat ik heb gemist even is die concrete integratie van GGZ in die eerste lijn, behalve de RGD. Minister Amara Madin van Volksgezondheid. Hij sprak vanmiddag tijdens de opening van de nieuwe zorgafdeling genaamd Broki van het Psychiatrisch Centrum Suriname.